Of het nu gaat om cannabis, cocaïne of MDMA, drugs zijn een heel gangbaar onderdeel van het leven van met name jonge mensen. Om helemaal los te gaan op een festival, zoals je hier hebt gezien, of om te ontspannen na een tentamen. En dat lijkt op individueel niveau nog best wel relatief onschuldig. Maar kan er iemand in de Rotterdamse haven zijn vermoord voor mijn recreatief lijntje coke? En wat als dat incidentele jointje toch iets wordt waarvan je afhankelijk wordt om te slapen? Mijn naam is Lenja Slierendrecht en ik ben programmamaker voor Studium Generale hier aan de Erasmus Universiteit. En zo organiseer ik programma's zoals vandaag. Maar we doen ook filmvertoningen, een maandelijkse open stage night, een talkshow Studio Erasmus. Maar vandaag gaan we het hebben over de maatschappelijke implicaties van het legaliseren van drugs. Dat gaan we doen met Emese Kroon en dokter Jaren Eski. En dit programma is mede georganiseerd door Lydia van Essen van de JFR en Jorn Goes van de CIA. Emese Kroon is PhD-kandidaat aan de Universiteit van Amsterdam en onderdeel van het Neuroscience Addiction Lab. Dat is opgericht door wetenschappers van zowel de UvA als de Erasmus Universiteit. Ze doet onder meer onderzoek naar de effecten van langdurig cannabisgebruik op het brein. Wat zou legaliseren ervan betekenen voor de gezondheid en wat kun je leren van hoe het in de Verenigde Staten is aangepakt? Dr. Jaren Eski is criminoloog en universitair docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Hij doet onder andere onderzoek naar illegale drugshandel, ondermijning, veiligheid, wapenhandel en corruptie. Wordt Nederland vrij van drugscriminaliteit als cocaïne en cannabis worden gelegaliseerd? Vandaag zou eigenlijk ook strafprocesrecht Joost Verbaan hier aanwezig zijn. Maar helaas is dat niet het geval, wegens onvoorziene omstandigheden. Joost Verbaan zou zijn licht laten schijnen op de juridische mogelijkheden van legalisering. Hij stuurde mij daarom de introductie die hij in gedachten had om vandaag te houden. En die kan ik aan jullie voorlezen om toch een juridisch kader te geven. Maar don't shoot the messenger, want ik ben geen jurist. Maar ik wil jullie toch de info niet onthouden. Dan begin ik hier de introductie die Joost Verbaan in gedachten had. Drugsgebruik is geen nieuw verschijnsel en al eeuwen gebruiken mensen middelen die geestverruimend werken. Drugs werden gebruikt als onderdeel van ceremonies, bijvoorbeeld religieus gebruik. Drugs worden als geneesmiddel ingezet, maar ook zijn drugs al heel lang genotsmiddelen, recreatief gebruik. Drugsgebruik heeft ook een politiek element gehad. Denk maar aan de opiumoorlog in China. Het gebruik van drugs werd grootschaliger en daarmee problematischer. In 1911 vond in Den Haag de eerste opiumconferentie plaats. Dit leidde tot het opiumverdrag van 1912. Cocaïne en opiaten mochten toen alleen nog maar voor medische en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Het verbod bestaat dus ruim een eeuw. In de jaren 60 neemt het gebruik van softdrugs toe. In 1972 wordt de eerste hash-coffeeshop in Nederland geopend en in 1976 wordt de opiumwet daartoe gewijzigd. Er ontstaat een onderscheid tussen harddrugs, lijst 1 drugs, drugs met een onaanvaardbaar risico, en softdrugs, lijst 2 drugs. In 1980 worden de eerste gedoogrichtlijnen gepubliceerd en dat leidt tot een groei van coffeeshops. Later in de jaren 80 komen drugs juist weer negatief in het nieuws, omdat het gebruik van spuiten leidt tot de opkomst van ziektes zoals AIDS. Daarna lijkt de strijd tegen drugs te verharden. Zelfs de coffeeshops krijgen met meer regels te maken. Met name de achterdeurproblematiek, het leveren van wiet en hash aan de coffeeshop, wordt aan banden gelegd. En meer recent, in een zaak tegen coffeeshop Checkpoint in Terneuzen, keurt de Hoge Raad goed dat het Openbaar Ministerie ondanks een lange periode van gedogen optreedt tegen de coffeeshop. Onder meer die zaak leidt tot het voorstel om te gaan experimenteren met legale wietteelt. Dat experiment, de wietproef, gaat eind dit jaar van start met een aanloopfase om in 2024 te kijken of de proef echt kan worden gestart. Het regeerakkoord waarin daartoe werd besloten is van 2017. Het experiment toont aan dat het legaliseren van softdrugs al gevoelig ligt. Laat staan het reguleren van harddrugs, dat zal nog lastiger zijn. In de opiumwet staat strafbaar stelling van handelen met drugs, zoals bijvoorbeeld het telen van wiet of het verhandelen ervan. En legaliseren van een aantal soorten drugs kan dus door ze uit die lijst te verwijderen.
De drugs zouden als medicijnen kunnen worden aangemerkt en in dat geval zal de illegale handelaar niet in strijd zijn met de opiumwet, maar met de geneesmiddelenwet. Via de wet op economische delicten zijn een aantal gedragingen uit de geneesmiddelenwet strafbaar. En bij legalisering van drugs zou op die wijze bijvoorbeeld controle kunnen worden uitgeoefend om wildgroei tegen te gaan. Juridisch gezien is het legaliseren van drugs te realiseren. Het lijkt eerder een maatschappelijk vraagstuk waarvoor argumenten moeten worden aangevoerd. Het tegengaan van maatschappelijke kosten die gepaard gaan met drugsverslaving en drugscriminaliteit is daarbij een belangrijk argument. Maar tegelijkertijd brengt legalisering risico's met zich mee, waar ook weer maatschappelijke kosten aan zijn verbonden. Daarom wil ik graag Emese Kroon hier uitnodigen om een licht te laten schijnen op cannabis en verslaving, waarna we ook in gesprek gaan met haar over meer de maatschappelijke kant van drugs en legaliseren. Emese Kroon, mag ik een hartelijk applaus? Super. Welkom allemaal. Mijn naam is Emese Kroon en ik doe voornamelijk onderzoek naar cannabisgebruik en verslaving aan de Universiteit van Amsterdam. En hoewel mijn eigen onderzoek vooral focust op de effecten van cannabisgebruik en langdurig cannabisgebruik op het brein, gaan we vandaag iets breder inzetten. En eigenlijk kijken naar wat cannabis nou eigenlijk is en hoe het werkt. Wat weten we nou eigenlijk van de effecten van cannabis? En daarnaast ook hoe het met cannabisgebruik gesteld is in Nederland en wat legalisatie daar eventueel aan zou kunnen veranderen. En cannabis is een van die drugs waar eigenlijk heel veel debat over is. Vriend of vijand is eigenlijk de grote stelling die vaak omhoog geworpen wordt op het moment dat we het over cannabis hebben. En hoewel deze twee posters misschien wel de twee uitersten van het spectrum laten zien, is het ook echt zo dat zowel op straat als in de wetenschap er echt debat is over de voor- en nadelen of risico's van cannabisgebruik. Maar wat weten we nou eigenlijk van cannabisgebruik? Want wat is cannabis? Cannabis is eigenlijk een heel erg grote overkoepelende naam voor heel veel verschillende producten. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat dat vooral komt omdat cannabis zelf uit meer dan 100 verschillende cannabinoïden bestaat. Dus de componenten die in cannabis zitten. En de bekendste daarvan zal je waarschijnlijk kennen, dat zijn CBD en THC. Waarvan CBD niet psychoactief is, dus niet zorgt voor die karakteristieke high, waar THC dat wel doet. En dat komt omdat THC werkt op het endocannabinoïde systeem. Dat is een systeem wat van nature voorkomt in je lichaam en waarvoor receptoren overal in het lichaam aanwezig zijn. Zoals je bijvoorbeeld op de afbeelding ziet, zijn ze in alle ledematen aanwezig, maar die CB1-receptoren, daar grijpt de THC op aan en die komen heel veel voor in het brein. En dat is de manier waarop THC zorgt voor heel veel verschillende effecten, zoals coördinatieverandering, maar ook effecten op het beloningsstelsel waardoor verslaving kan ontstaan. En er is altijd best wel veel discussie over wat we nou eigenlijk weten over de effecten van cannabisgebruik. Omdat cannabisonderzoek eigenlijk best wel in de kinderschoenen staat in verhouding tot bijvoorbeeld alcoholonderzoek. En wat we weten is dat de acute effecten bijvoorbeeld kunnen zijn dat je inhibitie verliest, dat je reactievermogen omlaag gaat, maar ook dat je minder goed kan leren en dingen kan onthouden. Maar wat je ook ziet is dat de kans op psychose, acute psychose na het gebruik van cannabis toeneemt en dat je meer kans hebt op angst en paniekaanvallen. Als je dan voor een langere tijd heel veel cannabis gebruikt, zien we dat er ook lange termijn effecten ontstaan. Dat cognitieve functies, vooral leren en geheugen en inhibitie, beperkt lijken tijdens langdurig gebruik. En dat dat in sommige gevallen wel geleidelijk afneemt op het moment dat iemand stopt met gebruik. En ook dat mensen een bepaald soort bias, dus extra aandacht geven aan cannabis cues in de omgeving. Dat bijvoorbeeld er iemand langs loopt en die rookt cannabis, dan ruik je dat extra eenvoudig en daardoor kan je aangezet worden door extra gebruik. Wat dus een verslavingscyclus in gang kan zetten. En daarnaast zien we dat er breinveranderingen zijn in mensen die zwaar gebruiken. Al weten we niet zo goed wat de causaliteit daarvan is. Dus wat eerst komt, de breineffecten of het cannabisgebruik. En we zien bijvoorbeeld dat zeker in die gebieden waar die receptoren waar THC op aangrijpt dus heel veel aanwezig zijn, dat de grijze stof omlaag gaat. Dus dat er minder hersenvolume is. En dat er beloningsgerelateerde activiteit omhoog gaat in de hersenen. Wat eigenlijk zo is bij bijna alle verslavende stoffen. En daarnaast zien we dat heel veel mensen met dagelijks cannabisgebruik ook andere psychische aandoeningen hebben. Voornamelijk angst en depressie. En of en
in welke mate je dit soort dingen ervaart, hangt eigenlijk vanaf van heel veel individuele factoren. En daar kom ik later ook nog op terug. Maar het is vooral afhankelijk van de initiatieleeftijd. Mensen die eerder beginnen lijken meer nadelige effecten te ervaren. Ook de hoeveelheid, frequentie en of je verslavingsproblematiek ervaart. Maar ook leeftijdsgeslacht en vooral ook de THC-CBD-ratio heeft heel veel effect. Omdat de meeste effecten vanuit THC ontstaan en zeker in Nederland de THC-gehalte heel erg hoog zijn, kan dan extra risico met zich meebrengen. Maar aan de andere kant van dat risico zitten natuurlijk de potentiële medicinale effecten van cannabis waar veel over gesproken wordt. En er is voldoende bewijs voor klachtenvermindering bij specifieke aandoeningen. En dat gaat vooral over lichamelijke aandoeningen. En daarvoor kan je in Nederland ook naar een arts toe. Die vervolgens jouw cannabis voorschrijft, die een standaard hoeveelheid THC en CBD bevat. En ook vrij is van contaminanten, zoals pesticiden en zware metalen, die je soms in cannabis voorziet komen. En cannabis wordt geproduceerd door Bedrocan. Die heeft een licentie van de overheid en dat is gereguleerde teelt. En dat wordt vooral gedaan voor chronische pijn, MS-gerelateerde spasmen, ook misselijkheid na chemokuren en epilepsie. Maar wat je ziet is dat van alle mensen die rapporteren medicinaal te gebruiken in Nederland, minder dan 6% dit doet via een voorschrift van een arts. En de vraag is dus, wat doet die andere 94%? En dat zijn mensen die we voor nu even zullen scharen onder zelfmedicatie. En die gebruiken dus cannabis voor verschillende lichamelijke, maar ook psychische problemen. Halen hun eigen cannabis bij de coffeeshop of van eigen planten. En gebruiken dus producten die veel minder stabiel zijn in samenstelling. En soms ook voor aandoeningen waarvoor we eigenlijk weinig bewijs hebben dat het kan werken. En wat je dan ziet is dat je je afvraagt, waarom gebruiken zoveel mensen cannabis via zelfmedicatie in plaats van dat ze een voorschrift krijgen. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het Nederlandse gedoogbeleid. Want heel vaak is cannabis is toch legaal in Nederland? Nee, cannabis is gedoogd in Nederland. En dat maakt een wezenlijk verschil. En wat je ziet is dat binnen dit gedoogbeleid coffeeshops onder voorwaarden cannabis mogen verkopen. Dus de route van de kweek naar de coffeeshop is illegaal. Op het moment dat het in de coffeeshop is, mag er onder voorwaarden verkocht worden. Bijvoorbeeld mag er een kleine voorraad zijn, mag je een minimale hoeveelheid per, maximale hoeveelheid per dag, per persoon verkopen. En ook heel belangrijk is dat je geen reclame mag maken. En zelf moet je je natuurlijk ook aan een aantal regels houden en is het alleen voor persoonlijk gebruik. Dus ook al heb jij cannabis, mag jij dit vervolgens niet doorverkopen. En dit beleid is waarschijnlijk ook een van de redenen dat best wel veel mensen in Nederland eigenlijk een keer cannabis proberen. Dat is ongeveer 3,4 miljoen mensen. Dat is tussen de 20% en 25% van de Nederlanders. En van die ooit gebruikers ontwikkelt ongeveer 10% een gewoonte van dagelijks gebruik. Dus we hebben naar schatting ongeveer 340.000 tot 350.000 dagelijkse cannabisgebruikers in Nederland. En deze groep is specifiek belangrijk, ook in ons onderzoek, omdat deze mensen hoog risico lopen om een verslaving te ontwikkelen. Ongeveer 30% van deze groep ontwikkelt uiteindelijk een cannabisverslaving. En dan is de vraag, kan je wel verslaafd raken aan cannabis? Die vraag hoor ik heel, heel vaak. En wat is dan die cannabisverslaving? En eigenlijk spreken we net als bij alle andere verslavingen van een cannabisverslaving. Als je problematisch gebruik laat zien, dat serieuze problemen of ook beperkingen in je dagelijks leven veroorzaakt. En dat gebeurt aan de hand van de DSM, de manual van diagnostiek, waarin 11 criteria van verslaving zijn vastgesteld. En aan de hand van de hoeveelheid symptomen die iemand laat zien, weet je vervolgens of iemand milde, gematigde of ernstige klachten van cannabisverslaving heeft. En dan denken mensen altijd, oh, 11 criteria, dat klinkt als veel, want verslaving is toch één ding. Nee, verslaving kan je effectief volgens die criteria opdelen in 4 verschillende groepen symptomen. En een van de belangrijkste die we altijd herkennen is dat verlies van controle. Dus ook als jij zou willen stoppen, kan jij dit niet. Daarnaast zie je dat er sociale problemen ontstaan, bijvoorbeeld het gebrek aan sociale contacten, het tekortschieten op werk of op school en ook het verlies van activiteiten. En ook risicovol gebruik, bijvoorbeeld als je zelf in gevaar komt, bijvoorbeeld gebruik in de auto of als wanneer je anderen in een auto vervoert of wanneer je psychische of lichamelijke klachten hebt.
En daarnaast de welbekende farmacologische verslavingseffecten, die ook bij cannabis voorkomen, maar in grotere mate bij sommige andere drugs, is dat je tolerantie ontwikkelt voor de cannabis die je gebruikt en ook onthoudingsverschijnselen krijgt op het moment dat je stopt met gebruik. En zoals ik net al zei, is er dus van die groep dagelijkse gebruikers, heeft ongeveer 30% voldoet aan die criteria van verslaving. Maar ongeveer 5-10% van de dagelijkse gebruikers krijgt daadwerkelijk een behandeling voor cannabisverslaving. En dat bestaat bijna altijd uit psychotherapie, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, waarbij in een aantal weken wordt gekeken om het gebruik te verminderen of te stoppen. En er is geen medicatie beschikbaar voor het behandelen van een cannabisverslaving. En wat belangrijk is om te weten is dat dit verschilt een beetje per land, maar over het algemeen zien we dat meer dan 35% een terugval ervaart binnen 6 maanden na dat de behandeling gestaakt is. En daarom is eigenlijk denk ik niet de vraag vriend of vijand, maar vriend en vijand. Het hangt namelijk heel erg af van het individu. Cannabis is misschien niet de meest verslavende stof als je het bijvoorbeeld vergelijkt met heroïne of andere opiaten of ook cocaïne. Maar je ziet wel dat van degene die een verslaving ontwikkelen het heel erg lastig is om eraf te komen. En daarom zie je ook dat er steeds meer discussie is over de wetgeving. Zeg maar de trade-off tussen mensen vastzetten vanwege hun cannabisgebruik tot mensen openlijk laten gebruiken. Daar zit natuurlijk heel veel nuance in. En je ziet dat die wetgeving steeds meer aan het veranderen is. Je ziet bijvoorbeeld dat recreationeel gebruik gelegaliseerd is voornamelijk in Canada is een van de meest opvallende, maar ook Alaska en de westelijke Amerikaanse staten, ook in Zuid-Afrika en Thailand. Maar je ziet dat medicinaal gebruik op meer plekken legaal is geworden. Zo ook in grote gebieden van Europa en Zuid-Amerika. En daar zijn heel veel verschillende redenen voor. En we weten vooral niet zo goed, een van de lastige dingen is dat we niet zo goed weten wat nou precies die effecten van die legalisering zijn. En dat eigenlijk die recente ontwikkelingen eigenlijk nu een soort natuurlijk experiment hebben gestart, waar we de komende jaren meer van gaan zien. Maar één ding wat we wel weten is dat perceptie van het gevaar van cannabisgebruik maakt uit. En legalisatie zien we nu, dat in de US zien we dat legalisatie gepaard gaat met een toegenomen perspectief van voordelen van cannabisgebruik, terwijl er minder risicoperceptie is. Dus mensen verwachten dat er minder risico aan zit. En we weten dat deze percepties een effect kunnen hebben op gebruik. Bijvoorbeeld dat als jij weet dat er minder risico is van het gebruik zelf, dat mensen meer neiging hebben om het te gebruiken. Zoals ook als bijvoorbeeld een van de meisjes in het filmpje zei, ja, het is toch wel spannend om dat eerste pilletje te gebruiken. Op het moment dat mensen het risico ervaren, is die initiatiestap is groter. En we zien dat mensen die weinig risico ervaren, dus eerder initiëren en een grotere kans hebben op langdurig gebruik. En de grote vraag is nu, wat we de komende jaren gaan zien, vooral in de US als we daarnaar kijken, is of de vraag naar behandeling dan dus toeneemt. Want we verwachten dat ongeveer een vergelijkbaar percentage mensen uiteindelijk een verslaving zal ontwikkelen. En de vraag is dan dus, als er een toename van initiatie is, of we dan ook een behandelvraag gaan zien. Vooral ook omdat behandelvragen heel erg afhangen van hoe openlijk mensen durven te praten over hun problematiek. En we zien dat op het moment dat er legalisatie is en de perceptie van cannabis verandert, dat het mogelijk ook mensen het makkelijker maakt voor mensen om de stap te zetten naar een behandeltraject. En twee van de belangrijke dingen die als side note zijn, is de reclame voor cannabisproducten heeft een grote invloed op perceptie. En daarom, zelfs met legalisatie, heeft op het moment dat je het mag promoten, verander je dus in sterkere mate die percepties, wat dus een grotere invloed kan hebben. Aan de andere kant, een van de argumenten die vaak opgegooid wordt, is dat er wel betere controle is op de cannabisproducten die geproduceerd worden. Bijvoorbeeld onze medicinale cannabis wordt geproduceerd door Bedrocan en heeft een stabiele samenstelling. En dat is een van de dingen die wel inderdaad een voordeel zou kunnen opleveren, omdat mensen beter geïnformeerd kunnen gebruiken. Eigenlijk is dus de vraag, legaliseren of niet? That's the question. En ik denk dat we daar straks een hele goede discussie over kunnen hebben. Dankjewel. Ja, je mag nog heel even blijven staan als je wil eigenlijk. Want
Dat ik heb ook. Misschien een vraagje. Ja. Je weet alles eigenlijk over cannabis in het brein. Alles is een groot woord, maar laten we gewoon een grote vraag gebruiken. Gebruik je zelf wel eens cannabis? Ik heb wel eens cannabis gebruikt, maar het is niet, het heeft niet mijn voorkeur, moet ik zeggen. En komt dat door het onderzoek of vind je het gewoon sowieso... Nou, ik denk dat het wel een ander perspectief geeft als je heel veel onderzoek doet naar cannabis gebruik. En aan de andere kant denk ik ook dat, net zoals ik al zei, dat de individuele ervaring heel erg verschillend is. Ook afhankelijk van het product dat je gebruikt. En ik denk dat het daarom heel erg van de persoon afhangt, ook of het iets voor jou is. En ik denk dat dat bij alle drugs het geval is. Hoe kwam je erop om onderzoek te doen naar cannabis in het brein? Ja, cannabis is eigenlijk een beetje van die onderbelichte drugs in onderzoek. We weten heel veel over alcohol, we weten heel veel over tabak. We zien heel veel ernstig verslavende middelen waar best wel veel onderzoek naar is, omdat de problematiek heel groot is. En cannabis is een beetje zo'n tussencategorie waar we eigenlijk heel veel niet weten, terwijl het product zelf heel gevarieerd en heel complex is. En eigenlijk die complexiteit is eigenlijk ook wat het voor mij maakt dat het echt interessant is om naar te kijken. Leuk. Nou, je mag inderdaad lekker plaatsnemen. Dan wil ik eigenlijk graag de vloer geven aan dokter Jarin Eski. Ja, ontzettend gaaf om hier op de Erasmus Universiteit te zijn. Ik ben hier student criminoloog geweest, 5 jaar rondgelopen. Ook wel eens bij een CIA, FBI feestje geweest, bier gedronken, schadelijker dan MDMA. Ik ga wat vertellen over de menselijke aard, intentie, het waarom, achter drugsgebruik. En wat dat zou kunnen betekenen voor legalisering, ja of nee. Dat is eigenlijk wel een beetje gek, want ik werk dus op de Zuidas. Dat heet dus de snuifas. En ik kom hier vandaag in Rotterdam, de stad waar het allemaal binnenkomt en waar ik ook veel onderzoek naar doe, iets vertellen over drugs. Want eigenlijk is legalisering... drugslegalisering helemaal niet per se een onderwerp waar ik onderzoek naar doe. Nee, ik heb 1 keer voor de NOS samen met Spong iets gezegd over legalisering, waarom dat misschien niet handig kan zijn. Want als je in Nederland alles gaat legaliseren, ja, dan wordt het heel makkelijk voor de georganiseerde criminaliteit om het legaal op te kopen en illegaal te verkopen in België. Dus dan heb je een gek verplaatsingseffect. En sindsdien word ik in een bepaald kamp geduwd. En toch ga ik hier vandaag vertellen dat ik wel eigenlijk voor legalisering ben. Dat geef ik ook gelijk eventjes mee. Goed. Onlangs kwamen er nogal wat zorgwekkende berichten in het nieuws rondom jongeren die in cafés in Brabant, want het waren Brabantse caféhouders die werden geïnterviewd, ja, gewoon openlijk op de dansvloer staan te snuiven. En nou, dit is de zanger van Goldband, Milo Driessen, of Milo Driessen. Die wordt wat cocaïne aangeboden. En kort daarop zei hij dat hij spijt had. Ja, spijtsnuiver werd hij ook al genoemd. Het leidde in ieder geval tot veel maatschappelijke ophef. Hè? De minister van Justitie en Veiligheid, nou ja, die zei, ze haalden nogal hard uit. Van wat een schande. En ook John van de Heuvel. Die waarschuwde dat het gedrag van de muzikant precies is wat cocaïnebaronnen van Nederland willen. De normalisering van massa-kookgebruik onder jongeren is kassa voor drugscriminelen. Massa is kassa. En hij wijst de overheid en ouders op hun morele plicht, de nieuwe generatie, en ik citeer, niet te laten opgroeien met het idee dat drugsgebruik normaal is en niet schadelijker is dan andere genotsmiddelen. Oké. Driessen die reageerde daar weer op en die zei, nou, volgens mij is het al ouder dan de Bijbel dat mensen geestverruimende middelen gebruiken. Ik vind dit gevalletje spijtsnuiven en de knaldrang van de jeugd van tegenwoordig en het kleingeestig vingerwijzen door anderen symbool staan voor hoe dat we hier in Nederland met drugs omgaan en hoe we daarover denken. Het is een totale spagaat, een drugspagaat. En van nonchalance tot schandpaalretoriek, die publieke opinie over drugs, is er één dus die echt super uiteenlopend is. Maar ja, het is een maar al te menselijke discussie. Ik zou u zeggen, criminoloog zijnde, het wetenschappelijke debat is niet zo heel veel anders, gek genoeg. Het is net zo verdeeld over drugslegalisering wel of niet.
In de criminologische literatuur wordt ook al gesproken over de failed war on drugs. Hè? En dat drugslegalisering steeds populairder lijkt te worden. Maar er is ook weer kritiek op die drugslegalisering en die politiek van drugslegalisering. Zo zei antropoloog Teun Voeten. Hij zei dat er iets grondigs mis is met een maatschappij die drugs normaliseert. Zoals de volgens hem meest verslavende drugs methamfetamine, ofwel crystal meth. Niet alleen wordt deze duivelse drugs hier normaal in de polder, doordat er veel van die meth labs worden opgerold. Ook in België overigens. Maar ook doordat het casual gebruik ervan toeneemt in Nederland. En natuurlijk coke. Ook zo'n drugs. Die is een soort van normaal geworden. En pilletjes. Dus of het nu tijdens een Zeeuws tienerschuurfeest is of een Zuidas vrijmibo. Wij nuchtere Nederlanders, wij zijn burgerlijke snuivers. Om zo niet nuchter mogelijk een feestje te vieren. Nou, en daarmee zijn we eigenlijk dus de ideale klant voor de georganiseerde criminaliteit. Dat is een beetje de kritiek. Nou, die drugsnormalisatie, als dat dan de basis is van het criminele verdienmodel, die moet wel tot stand komen. Er moet wel drugs geleverd worden. Want ja, anders kan je het niet gebruiken. Dat is heel, heel, heel simpel. Bij cocaïne is dat wat moeilijker dan bij alcohol. En om cocaïne van de havens in Rotterdam tot aan de neuzen in de Zuidas te krijgen, hebben we mensen nodig. Jongeren. Kindsoldaten noem ik ze ook wel eens. Dus die halen ze uit, hè, beter uithalen dan vakkenvuller. Die halen ze uit de havens in Rotterdam. En die brengen ze bij duurbetaalde, in duurbetaalde porties in Amsterdam. Maar goed, ondertussen weten we maar niet wat we aan moeten met deze georganiseerde criminaliteit. Die runt op deze drugsnormalisatie. Die foto's hier. Dus het is gewoon een justitiële wanhoop, zou je kunnen zeggen. En een handhavingswanorde. En een slimme aanpak van de georganiseerde criminaliteit die blijft uit. Nou, gezien deze gekke status van de best wel gewelddadige, onmenselijke georganiseerde criminaliteit die onze democratische rechtsstaat zou plunderen, voor financieel gewin, zou Nederland een narcostaat zijn geworden. De moord op advocaat Dirk Wiersum, Peter R. de Vries, de martelkamer in de container, bedreigingen van minister Rutte en ook prinses Amalia. Dat zijn stuk voor stuk allemaal excessen van deze narcostaat. En excessen die we de kop in willen drukken met spierballentaal en de realpolitiek in Den Haag. Waarvan het superrechercheteam van voormalig minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus, een uiting is overigens, een voorbeeld van hoe het niet goed ging. Dat heette het MIT, het multidisciplinair interventieteam. Ja. En de kosten daarvan waren 900 miljoen euro. Dat is best veel geld. Ik ben ook best wel benieuwd wat de slachtoffers van de toeslagenaffaire daarvan vinden. Maar goed. Hoewel er ook wel successen zijn in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, EncroChat, lijkt het bestrijden van de drugscriminaliteit helaas dweilen met de kraan open. En dat nare gevoel van onmacht zal vast menig politicus, maar ook politieagent, maar ook een criminoloog als ikzelf wakker houden. Zijn de Ridouan Taghis van deze wereld dan echt zo onaantastbaar geworden? En dus zou misschien het legaliseren van drugs een manier kunnen zijn om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken en het moeilijker te maken. Femke Halsema en ook antropoloog Hans Wertmulder, zij koesteren een stiekeme legaliseringswens. Maar uit wanhoop, eerder lijkt het, om de drugscriminaliteit te bestrijden. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb en zijn Antwerpse collega burgemeester De Wever, die vinden dat eigenlijk dan opgeven, zo'n drugslegalisering. Nou, op basis van mijn eigen onderzoek over de aanpak van drugscriminaliteit in de havens, denk ik ook dat drugslegalisering, de drugsbestrijding, de drugscriminaliteitbestrijding, niet zal helpen.
wat ik eerder al zei, als wij als land gaan legaliseren, maar België doet dat niet, dan hebben we al dat waterbeddeneffect. Dus, die georganiseerde criminaliteit die past zich toch wel aan. En dan ook nog eens, en dat werp ik dan ook altijd in de discussie, als wij drugs gaan legaliseren omdat we de criminaliteit eromheen niet aankunnen, gaan we dan straks ook mensenhandel legaliseren omdat we de mensenhandel niet aankunnen? Nou, waarschijnlijk niet. Dus, ik denk dat de drugslegalisering uit wanhoop tegen de georganiseerde criminaliteit een knieval is. Je geeft het op. Ja. Maar eigenlijk is dat niet het echte probleem voor de drugslegalisering. Eigenlijk is drugs überhaupt niet het probleem, stel ik hier vandaag. Als we drugs gaan legaliseren, dan moeten we dat vanwege een heel andere, puurdere reden doen. De menselijke aard, wij, onszelf. De huidige invulling van drugslegalisering en het debat erover vind ik daarom een beetje problematisch. Deze drugs wel, die niet. Wel in Nederland, niet in België. Het leidt af van wat echt zou kunnen werken. Namelijk, hier komt ie, wanneer alle drugs tegelijkertijd overal gelegaliseerd zouden worden. Een beetje zoals Kofi Annan dat voor zich zag, maar dan wat radicaler. Een totaal legalisering. Ja, dan voorkom je in ieder geval bovenstaand waterbeddeneffect, waar de georganiseerde criminaliteit alleen maar baat bij heeft. Maar ja, eigenlijk wat nog veel belangrijker is, en wat ik dus mis in het hele debat rondom drugslegalisering, is dat we zouden totaal moeten legaliseren vanwege onze menselijke aard en de amorele aard van drugs. Hè, wat? Een kleine uitleg. Drugs van koffie tot coke, van thee tot 2CB, ja, dat rijmt, zijn dingen die we nuttigen. Drugs is een ding. Het is niet inherent goed of kwaad, zoals een stoel. Kan je op zitten, kan je iemand de harsjes mee inslaan. En sommige drugs, zoals Goldband, Spijtsnuiver, Gillis treffend zei, worden al eeuwen gebruikt. Daar ga ik even op in. Sinds het ontstaan van leven, ja echt waar, consumeren zoogdieren, dus ook mensenwezens, zoals Neandertalers en de prehistorische mens zelf, hallucinerende en oppepmiddelen. Dat werd soms bewust, soms onbewust gedaan, om beter te presteren tijdens het jagen en verzamelen, of om te kunnen chillen in je grot en misschien wat schilderingen te maken in een roes. Nou, vergelijk dat eens met het kopje koffie wat je bijna op automatische piloot neemt in de ochtend. Om lekker de dag mee te beginnen, dat is een symbolisch gebruik. Maar ook biologisch, want koffie remt slaap, hoewel dat eigenlijk niet goed is als je 's ochtends al koffie drinkt. Dus, of het nou vanochtend was, of toen we nog in berenvellen met speren rondliepen, drugs spelen sinds mensenheugenis eigenlijk een hele grote rol in ons dagelijks leven. Wij ook in dat van drugs overigens. Onderzoek toont aan bijvoorbeeld dat bepaalde cannabissoorten zodanig overgecultiveerd zijn door ons, dat ze uitgestorven zijn, maar ook nieuwe soorten cannabis ervoor in de plek zijn gekomen. Of denk aan de ecstasypil of aan de algehele farmaceutische industrie. Wij, de mens, bepalen het verloop van natuurlijke drugs en maken synthetische drugs. Drugs is maakbaar. En andersom, wij zijn maakbaar door drugs. Want zonder een hoger en abstracter en kunstzinnig bewustzijn, veroorzaakt door drugs, zouden er vandaag de dag geen grotschilderingen en prehistorische geometrische opschriften bestaan. Pardon, wat zeg je nou? Ja, dat hoorde u goed. Er zijn namelijk hele religies, culturen en sociale normen en waardesystemen voortgekomen uit drugshallucinaties. Maar ook revolutionaire filosofische gedachten over machtsverhoudingen en democratieën zijn in drugsroezen geboren. Ik heb hier de bronnen staan. Ja. Oftewel, zonder Plato geen democratie en zonder wijn geen Plato die op zijn toenertijd waanzinnige ideeën had gebracht over democratie. Maar ook zonder shrooms geen filosofie, westerse filosofie van De Quincey, Davy, Schopenhauer, Nietzsche, James, Bergson, Benjamin, nou ga zo maar door, Sartre, Foucault. Foucault hebben jullie volgens mij ook wel moeten lezen. Drugsgebruik
kan dus goed uitpakken. Net zo goed als dat het slecht uit kan pakken. En drugsgebruik kan leiden tot genocidale wanideeën bij een totalitair leider en diens navolgers. Het is bekend dat Hitler en de nazi's allerlei soorten opiaten gebruikten, waaronder ook vooral cocaïne. Dus ja, misschien raar maar waar, maar wij maken drugs en drugs maken ons. Er is dus een wederkerig existentiële band tussen mens en drugs. Maar wat zegt die band dan eigenlijk over de mensen en zijn doop? Nou ja, dat wij al langer interacteren met drugs dan dat de vraag over drugslegalisering bestaat. Sterker nog, drugs is al langer wel dan niet een geaccepteerd onderdeel van het leven. Echter, paradoxaal genoeg, het zijn nu net de geloofs- en levensovertuigingen die onder andere voort zijn gekomen uit de ideeën die zijn ontstaan tijdens drugsroezen, drugsfantasieën, die hebben geleid tot het criminaliseren van deze drugs. Ja? In zekere zin lijken de drugs zichzelf via de mens gekwalificeerd te hebben. Gek gesteld, de mens is als middel gebruikt door drugs. Maar goed, dat is meer ter verbeelding. Gezien die band, die wederkerige existentiële band tussen de mens en zijn drugs, zijn de uitdagingen van hoe met drugs om te gaan dus veel meer dieperliggend, gelaagd en verfijnder dan tot nu toe lijkt te worden besproken in de kwestie van drugslegalisering. Daar waar het debat rondom het legaliseren van drugs in eerste instantie gedetailleerd nagaat welke soort drugs er door wie gebruikt wordt, wanneer en waar dat wordt gedaan, ontbreekt de belangrijkste vraag, namelijk waarom wordt drugs gebruikt? Is dat bijvoorbeeld omdat je als student door een drukke bijbaan en te zorgen voor je ouders niet goed toekomt aan studeren en daarom voor de tentamen voor de voorbereiding voor het echt lastige vak materieel strafrecht, jammer dat die er vanavond niet is, de avond ervoor met cocaïne op de jurisprudentie bestudeert en daarmee in plaats van een voldoende haalt? Of is dat bijvoorbeeld omdat je als Russisch militair amfetamine inneemt om extreem wrede oorlogsmisdaden te begaan tegen Oekraïnse burgers? Of is dat bijvoorbeeld omdat je als kankerpatiënt morfine toegediend krijgt tegen de pijn en een wat zachtere dood tegemoet gaat? Kortom, of het nu onmenselijke redenen zijn of begrijpbare motieven, de ene intentie om drugs te gebruiken is anders dan de andere. Continu, overal. Het is daarom eigenlijk best wel pijnlijk dat in tegenstelling tot de overheid de georganiseerde criminaliteit heel erg goed op de hoogte lijkt te zijn van intenties van haar cliëntelen, van haar klanten. De criminele business intelligence over de menselijke aard achter drugsgebruik is de kern van hun verdienmodel. Daarom, het waarom van drugsgebruik moet de kern worden van drugslegalisering. Eerst mensenwerk, daarna pas wordt maatwerk mogelijk. Dat is pas echt smart on drugs. Die slimme overheid dient dat met alle lokale overheden en overheden elders te doen. Ten opzichte van alle drugs tegelijkertijd. Het gaat dan echt niet alleen om ingewonnen accijnzen geld over de gelegaliseerde drugs over te hevelen naar een betere verslavingszorg. Maar ook om ervoor te zorgen dat iemand een legale ecstasypil kan doorslikken, waarvan de schade dus milder is dan die van alcohol, zodat zij een revolutionair politiek pamflet kan schrijven tegen onderdrukking, bijvoorbeeld. En zo kan een klimaatwetenschapper heel goed voorgelicht over drugs een door een staatsautoriteit gecontroleerde magic mushroom nuttigen en zo tot een innoverende oplossing komen voor de opwarming van de aarde. Het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Als we dat soort drugsgebruik en effecten verboden willen houden, dan is dat ergens ondemocratisch en zelfs misschien dus een beetje onveilig. Dus laat drugs goede intenties en creativiteit versterken, maar wees wel alert op drugsgebruikers die misschien hun malafide, ondemocratische ideeën de wereld willen slingeren. Dat was mijn praatje. Dankjewel, Jaren Eski. Ik wilde je eigenlijk ook wat vragen stellen, maar misschien kan ik beginnen met een filmpje, want dat sluit volgens mij heel goed aan op het verhaal dat, je deelt. Dus we gaan eerst even naar een filmpje kijken waar onder andere ook Vert Grapperhaus aan het woord komt. Ja, Vert. War on drugs is begonnen, begrijp ik. Nou, ik noem het niet zo. Ik vind dat de georganiseerde drugscriminaliteit
moeten gaan oprollen. Kijk, je moet de criminaliteit aanpakken en de problemen zijn groot. Maar je moet ook wel denken van, ja, wat is nou in de essentie het probleem? En dat is dat we de drugs zijn illegaal. Daardoor verdienen heel veel mensen er geld mee. Daardoor is er geen controle op de kwaliteit, hè, vanuit de volksgezondheid. En verdienen heel veel mensen er veel geld mee. Dus het is inderdaad beide, criminaliteit aanpakken, maar ook de discussie durven te voeren van, ja, wat helpt nou echt? Ik spreek gebruikers van harddrugs erop aan. De mensen die het recreatief gebruiken. Hè, in het weekend op het festival of in de kroeg en dan door de week. Ik zeg, luister, je doet twee dingen. Eén, hoe je het ook bent of verkeerd, je helpt mee deze organisaties te financieren. En twee, je draagt ook bij aan een soort normalisering van dat harddrukgebruik. Waarvan ik zeg tegen mensen die dat nu doen, die normalisering die hadden we 15 jaar geleden niet. Ja, de oplossing, ik heb het al in vele debatten gezegd, die is niet simpel en die zal ook heel lang duren. Want we gedogen de softdrugs dan in dit geval al vanaf 1976. Dus ik denk dat je ook zo lang de tijd en het geld nodig hebt om de geest weer in de fles te krijgen. Legaliseren van drugs, dat ziet u wel als een oplossing. En vooral dan ook tegen de criminaliteit? Ja, ik zie het als een oplossing om te reguleren. Want dan kan je ook beter voorlichten. Dan kan je ook beter zorgen voor preventie. Want nu is het in de illegaliteit voor een deel. Krijg je heel veel schimmigheid, bijvoorbeeld bij coffeeshops. Dus ik ben heel erg blij dat we binnenkort gaan starten met de wiet-experimenten in 10 gemeenten. Maar je moet natuurlijk wel reëel zijn. Het is niet een oplossing voor alles, maar we proberen wel een beetje die geest weer in die fles te krijgen. Gedeeltelijke legalisering, dat is van mensen die toch echt vrij wereldvreemd zijn. Dat zal ik dat maar gewoon eerlijk zeggen. Internationaal is het een illusie om te denken dat wij kunnen gaan zeggen in Nederland, nou, wij gaan harddrugs legaliseren. Want ik zal u dit vertellen, dan worden wij het afvoerputje van Nederland. En dan komt elk Mexicaans drugskartel zich hier vestigen. Hudson Bayweg komen de Mexicaanse drugsbazen. En dan staat hier over 5 jaar niet meer een minister die kan worden weggestuurd door het parlement, om wat voor reden dan ook. Maar dan staat hier een minister met een zonnebril en 3 lijfwachten. En die zegt tegen u, als je nog 1 keer zo'n vraag stelt, dan is dit je laatste interview geweest. Tot zover de toenmalige minister van Veiligheid Grapperhaus. Hij zegt dingen die, dat lijkt een beetje grappig, want hij is een soort cowboy die de war on drugs wilt voortzetten. Hij zegt bijvoorbeeld dat mensen wereldvreemd zijn die denken dat drugs legaliseren een mogelijkheid is. Maar nou ja, als we dat eerdere filmpje bekijken, is het toch ook wel een realiteit dat het heel veel wordt gebruikt. En hij heeft het onder andere over Mexicaanse drugskartels in Nederland. Hij zegt het wat hard en wat grappig. Maar Jaren, zit er niet ook nog wel iets in? Ja, hij heeft natuurlijk niet helemaal ongelijk. Er zitten hier ook gewoon kartels. Dat is... inmiddels wel gebleken met die matboot in de haven van Moerdijk. Mexicaanse koks die daar bezig waren. Maar ja, wereldvreemd zijn dat we zouden gaan legaliseren, dat vind ik dan weer een gekke opmerking. Want nou ja, het lijkt op dat in dit geval de minister zelf toentertijd een beetje wereldvreemd leek. Als je ziet wat jongeren wegsnuiven en slikken. Iedereen bijna tegenwoordig. In het weekend. Ook door de week dus kennelijk. Ja. Maar net wat ik net ook al probeerde aan te geven. We gebruiken allemaal drugs. Ook aan koffie kun je verslaafd raken. Ook aan chocolade kun je verslaafd raken. Dus dat is misschien nog een andere discussie. Maar wat is dan drugs? Weet je wel. Ja, goed. Er slaat de plank ook wel een beetje mis. Als je kijkt naar dat hij stelt dat 15 jaar geleden we niet over de vraag van legalisatie na zouden kunnen hebben denken. Nee. Terwijl we 150 jaar geleden niet na zouden kunnen denken over de illegaliteit van drugs. Terwijl dat een wet tijd al 100 jaar bestaat. Ja, het is een wet die helemaal niet zo gruwelijk oud is. En het is een discussie die met de tijd verandert. En ik denk dat je het idee dat we die niet meer moeten hebben, omdat we het gelegaliseerd hebben en met z'n allen besloten hebben dat het beste idee was, denk ik dat niet het juiste perspectief is. Ja. En Vera Bergkamp is wat genuanceerder en ze legt een nadruk op reguleren. Wat is het verschil tussen reguleren en legaliseren in Mezen? Ja, het grootste punt is, als je het hebt over legalisatie van bijvoorbeeld cannabisgebruik, denkt iedereen, oh, dan kan je het overal krijgen en dan wordt niks meer aan banden gelegd. Maar het legaliseren geeft juist mogelijkheden
tot het reguleren van verkoop en het reguleren van producten en het controleren van producten en of die regels worden nageleefd. De vraag is natuurlijk of we de capaciteit hebben om het goed te reguleren. Dat is een hele andere vraag. Het is niet zo dat legalisatie een free-for-all betekent. Ik denk dat dat belangrijk is om te realiseren. Dat op het moment dat je drugs legaliseert, er altijd een vorm van regulatie zal blijven ontstaan, ook om criminaliteit in te perken. Ja. En wat zouden we dan voor nodig hebben? Want je hebt het over misschien niet genoeg capaciteit. Wat zouden we ervoor nodig hebben om te legaliseren en reguleren? Nou, ik denk dat we overal zien dat handhaving in Nederland regelmatig een groot probleem is. En op het moment dat je iets reguleert en voor elke drugs een eigen set regels zal creëren, omdat niet alle drugs vergelijkbaar zijn, krijg je wel het punt waarop we dus daadwerkelijk moeten handhaven op de regels die we stellen. En anders loopt het op andere manieren uit de hand. En dat betekent ook dat je een overheid moet hebben die geïnteresseerd is in haar burger. Want we moeten dan toch wel weten wie waar wat ongeveer gaat gebruiken en waarom. En ja, dat zie ik ook gewoon niet zo snel gebeuren, om eerlijk te zijn. Het is ook echt wel een politiek en maatschappelijk vraagstuk voor de overheid zelf om hier tijd in te investeren. Terwijl er heel veel aandacht uitgaat naar handhaving en de strenge hand, zeg maar. Ja, hoe zit het met al die voordelen die kleven aan drugsgebruik? Dat weten we niet echt goed. Dat is zeg maar een vraag voor de overheid. Het volgt eigenlijk ook al een beetje uit het onderzoek van Emese Kroon, dat het nog niet helemaal duidelijk is wat de impact kan zijn. Nee, we weten, zeker op medisch vlak, heeft cannabis specifiek voordelen. Zeker waar. Voor psychische gedraging lijkt het meer nadelen dan voordelen te hebben op dit moment. Maar dat betekent niet dat cannabisgebruik cruciaal was voor het ontstaan van de jeugd van tegenwoordig. Maar dat is inderdaad, dat is een goed argument. Inderdaad, ja. We halen er ook winst uit. Ik denk alleen wel dat het van belang is om te realiseren dat op het moment dat wij legaliseren, we geen goedkeuring, niet per se gebruik aanmoedigen. Want ik vind wel dat op het moment dat je iets legaliseert als staat, je wel ook de capaciteit moet hebben om aan de volgende zorgvraag te kunnen voldoen. Ja. En ik denk dat dat wel een van de problemen is. Bijvoorbeeld, je kan drugs, wat dat betreft, stel je legaliseert alle drugs. We weten dat opiaten dusdanig verslavend zijn dat de zorgvraag toe zal nemen op het moment dat meer mensen starten met gebruik. Alleen als je kijkt naar de staat van de huidige geestelijke gezondheidszorg, is het wel de vraag of we dat momenteel erbij zouden kunnen hebben. Denk je ook dat er dan meer, als we het allemaal legaliseren, dat er ook meer tijd en ruimte komt voor voorlichting? Dat denk ik wel. Ik denk dat de voorlichting sowieso vrij minimaal is. Er is wel goed beschikbare informatie, maar je moet er zelf naar zoeken. Zo zie je bijvoorbeeld dat maar heel weinig jongeren die ecstasy of MDMA of een synthetische drugs gebruiken, die op een serotonine systeem in je brein werken, niet weten dat op het moment dat zij SSRI's gebruiken voor depressie of angstklachten, dat serieuze levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. En als bijvoorbeeld het medicatiegebruik omhoog gaat, zoals we in de coronacrisis hebben gezien, dat vervolgens er eigenlijk geen voorlichting is hoe dat interacteert met drugsgebruik. Want jouw dokter gaat er niet vanuit dat jij een drugsgebruiker bent. En ik denk dat dat soort voorlichting cruciaal is, ook gewoon voor volksgezondheid en veiligheid. Ja. En daarnaast, je raakt toch, iedereen raakt op een bepaald punt in aanraking met drugs. En het is wel van belang dat we niet doen alsof dat niet het geval is. En voorlichting zou dan dus daar een aan kunnen bijdragen dat het positieve effect van drugsgebruik of drugs, dat we daar beter mee om leren gaan. Maar bijvoorbeeld ook de controle van de kwaliteit van dat wat er is kan beter worden uitgevoerd als het gelegaliseerd wordt. Klopt dat? Ik vraag me af, vrouw, ja, dat zie je bijvoorbeeld met andere drugs, zoals een cocaïne. Dat moeten we alsnog importeren. Ja. Dat gaan we hier niet produceren. We hebben hier niet het klimaat om de vegetatie te kunnen bewerkstelligen. En de vraag is, zeg maar, wat er vervolgens in Zuid-Amerika gebeurt, kunnen wij niet reguleren. Nee. Nee. En dan vraag ik me inderdaad af hoe ver onze keuze doorwerkt in de drugs die wij zelf niet kunnen produceren. Ja, dat zijn natuurlijk praktische vraagstukken.
die ook belangrijk zijn. Maar waar ik even de focus op leg, is ook van... Ja, wat willen we nu als maatschappij? En waarom vinden we sommige dingen nou zo fout en nou zo goed? Als ik zeg in het weekend, ik drink even geen bier... dan moet ik mezelf uitleggen waarom ik geen biertje wil nemen. Als ik dat andersom zou doen, van joh, waarom neem je nou geen lijntje coke? Wat? Ja, weet je, dus het is ook een beetje... We zijn ook een beetje hypocriet, denk ik, met z'n allen. Ik net zo goed, hoor. Dus daar moeten we even overheen stappen. En ik denk als we op een gegeven moment die maatschappelijke discussie blijven voeren... en dat het gecultiveerd wordt dat er bepaalde drugs zijn die je juist neemt om te dansen... en echt niet als je voor een tentamen moet voorbereiden... of je wilt op een goed idee komen, nou, dan ga je eventjes misschien een biertje doen... of je pakt even een shroom thuis. Ja, dat is toch allemaal... Niet zo heel erg gek. Dat klinkt relatief onschuldig, maar dan heb je precies, dus wel... Precies, het gaat over excessen, maar dat is met alles zo. Watervergiftiging is ook een excess van waterconsumptie. Dus ik bedoel, alles te veel... Het klinkt wel echt heel erg belerend, maar alles te veel is slecht. Maar alles te weinig is ook niet goed. Dus op een of andere manier weten we niet in Nederland een balans te vinden. En dat heeft ook diepere oorzaken... Waarom hebben jongeren tegenwoordig knaldrang? Want ja, dat keurslijf, studeren, werken, schulden, nu wil ik helemaal los. Zuidas, over het algemeen advocaten die helemaal losgaan omdat ze weer, ik weet dus niet hoeveel uur hebben gewerkt. Misschien parallel moet er iets in de maatschappij veranderen om die knaldrang wat te verminderen misschien. Maar ga dat gesprek maar eens aan. Nee, dat is moeilijk, dat is lastig. Ja, natuurlijk is dat lastig, want daar hebben we... op dit moment niet per se een kabinet voor die dat, een overheid voor die dat op die manier zou willen doen. Dus het is ook zeker, en politieke kleur is inmiddels wel bekend dan denk ik, maar het is ook echt wel een politieke beslissing om op deze manier over drugs te verhandelen. En je had het net over dat de oplossing zou kunnen zijn wereldwijd legaliseren. Maar als we het hier in Nederland al niet eens worden, politici onderling of in nou, debatten... Ja. Je zou bijna kunnen zeggen, juist niet in Nederland. Want ik zag net overal leuke cannabisplantjes in Alaska en Amerika en Canada... en ook in Zuid-Amerika dan medicinaal gebruik. Er zijn behoorlijk wat staten in Amerika die dat allemaal legaliseren op dit moment. Hoe zouden we kunnen beginnen om het wereldwijd te legaliseren? We zouden weer toonbeeld kunnen worden. Toonbeeld. In plaats van wat we nu zijn geworden. We zijn inderdaad afvoerputje geworden. Omdat we gewoon niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Niet zozeer omdat die drugs er is alleen. En dat is misschien wel eens iets wat vergeten wordt. Denk ik. Een beetje die paniek staat van, nou dan doen we maar niks. Ja. Terwijl het perspectief van het Nederlandse drugsbeleid, ook internationaal, is best wel een beetje het vrijheid, blijheid. Van de jaren 70. Maar ja, dat is het idee wat blijft hangen. En ondertussen zie je dat in het geval van cannabis bijvoorbeeld de regulatie in Canada eigenlijk best wel goed tot stand is gekomen. Ja. En best wel vooruitstrevend is. En wij eigenlijk grandioos achterlopen wat dat betreft. Omdat we geen aanpassingen durven te maken. Omdat het taboe is om te praten over legalisatie. Kijk maar naar Duitsland. Die hebben letterlijk gezegd, we willen het niet zo doen als in Nederland. Dus we gaan ook productie legaliseren. Ja, dat is best wel een klap in het gezicht. En ook tegelijkertijd een heel goed voorbeeld. Van, doe het dan goed. In plaats van dat halfbakken werk. Want we zitten nog steeds in een land waarbij het nog steeds verboden is. Het wordt getolereerd. Zou de druk van landen om ons heen, of ook landen als Canada, VS... Zou dat kunnen dwingen om in Nederland ook wat meer erover te praten? Dat zou een interessante zijn. Nou, ik denk wel dat het gesprek de afgelopen 10 jaar wel aardig op gang is gekomen. Maar dat het wel beperkt blijft tot bepaalde drugs... En dat wel inderdaad, dus wel een mate van, inderdaad, zoals je al zei, een mate van hypocrisie wat betreft hoe gevaarlijk drugs eigenlijk zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de opiumlijst 1, dat is de dingen die daarop staan, zouden een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid hebben. Maar wat staat er op de opiumlijst 1? MDMA. Wat op lijstjes met gevaarlijkste en meest verslavende drugs met grootste fysieke impact eigenlijk ergens onderaan bungelt. Dus eigenlijk komt onze kennis niet meer overeen met onze wetgeving en negeren we ondertussen hetgene wat we geaccepteerd hebben. Dat alcohol en tabak heel hoog in de lijst van schadelijke drugs staan. En dat is de vraag,
dat is eigenlijk het gesprek wat niemand wil voeren. Van waarom wel de een, waarom niet de ander? Ja. En ik denk dat we daar... dat heel weinig mensen daar een zinnig antwoord op kunnen geven. Ja. En dat maakt het lastig ook. Hoeveel willen mensen zich daadwerkelijk aan de regels houden op het moment dat de regels niet logisch lijken? Dat zag je in de coronatijd. Op het moment dat mensen het idee hebben dat de regels continu veranderen, niet logisch lijken. En it makes no sense. Dat is het moment waarop mensen ook vervolgens die regels aan hun laars lappen. Ik denk dat dat niet raar is. Ik denk dat dat menselijke natuur is. Drugsgebruik is redelijk stabiel gebleven, hè, tijdens corona trouwens. Maar goed, ja. Los daarvan, wat hier ook in meespeelt, je hebt het over alcohol en tabak, dat zijn twee gigantische industrieën waar ontzettende lobby aan kleeft. Dus dat zal ook echt wel een aspect zijn. Terwijl, nou ja, de cannabislobby, die zie ik nog niet rondlopen in Brussel bijvoorbeeld. Dus dat heeft ook echt wel een impact op hoe dat er in binnen de EU over wordt gedacht. Nederland is al het stoute jongetje van de klas wat dat betreft. Dus het is ook echt een politiek vraagstuk aan zich. En je zou toch wel verwachten in een tijd waarin kennis, veel kennis laat zien dat er een shift zit in denken over en effecten van weten over effecten van drugs, van alcohol bijvoorbeeld ten opzichte van Thomas van MDMA, dat we daar dan ook naar zouden handelen. Maar ja, dat doen we niet. Dus, ja. Je ziet dat de handelsdruk eigenlijk pas ontstaat op het moment dat de problematiek verder sijpelt dan de individuele gebruiker. Ja. En dat je dat en verder dan de criminaliteit in de havens bijvoorbeeld. Omdat het daar vaak toch op kleine clusters zijn en relatief kleine effecten voor het land op zich gaat voor wat het perspectief is van inwoners. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat in Lissabon, toen er een enorme opiatenepidemie was, ze in Portugal inderdaad drugs hebben gelegaliseerd en zijn gaan reguleren om die epidemie naar beneden te brengen. Je ziet nu in Canada, British Columbia, zie je opiatenlegalisatie, omdat er een opiatecrisis is en er te veel mensen een overdosis krijgen. Dus op het moment dat het zichtbaar wordt wat de schade is die er aan heeft, dat is het moment dat we in gaan grijpen. Ja want je zegt net over die criminaliteit en daar ga ik toch weer eventjes op in ook. Op een gegeven moment had je die bloeddiamanten, er moest een label opkomen. Want er kleeft bloed aan diamanten en we willen zuiver vergaarde diamanten verkopen. Nou, dat is natuurlijk nog niet helemaal uitgeroeid, die illegale diamantindustrie. Maar vergelijk dat even met de cocaïne-industrie. Daar kleeft ook bloed aan. Letterlijk van Dirk Wiersum en Peter R. de Vries, maar wie weet nog meer mensen die we niet kennen. Maar de verkoop van diamant is op zich niet, dat is legaal. En dan wordt er over gezegd, consument, er kleeft bloed aan uw handen omdat u cocaïne gebruikt. Nou, nee, het wordt illegaal gehouden, waardoor de georganiseerde criminaliteit een markt heeft gevonden in Nederland en die weet uit te buiten. Dat is het probleem. En daar, volgens mij beseft men dat maar al te goed in Den Haag en ook in de lokale gemeente. Maar daar wordt niks mee gedaan. Dat vind ik zo gek. En ook de burger overigens zelf, wij protesteren ook niet op het Malieveld van wij willen legale coke. Weet je wel, dat doen we ook niet. Want ergens zit er toch nog een soort van taboe op. Ja, misschien is zoals het nu een beetje half-half is ook voor de consument natuurlijk niet. Nee. Dan kan je ook je ogen dicht, de oogkleppen ophouden. Dus dat is dat grijze tussen dominee en wat heet ook weer? Ja. Koopman. Je hebt ook onderzoek gedaan in de VS. Ja. Je hebt daar ook onderzoek gedaan naar hoe het daar in bepaalde staten is gereguleerd. Kun je iets vertellen over hoe dat begonnen is? Ja, het is het onderzoek wat we nu doen loopt vooral in Nederland en in Texas. Omdat in Texas een van die staten is waar er echt geen sprake is van potentiële legalisatie. Heel conservatieve straat, terwijl de mensen in Texas natuurlijk wel relatief veel exposure hebben naar alle reclames die je ziet voor cannabis. Inderdaad, ik zei het al toen we hier aankwamen, toen ik landde in San Diego een maand terug, was het eerste banner die ik kon lezen vanuit het vliegtuig, was een banner met cannabisreclame.
En dat was dan van oké, welkom, we zijn er. Die exposure kan dus wel heel erg invloed hebben inderdaad op die percepties. Wij dachten bijvoorbeeld, het is illegaal in Texas. We zullen wel zien dat mensen minder positieve kanten, meer negatieve kanten zien dan in Nederland. Maar we zien eigenlijk dat Nederlandse gebruikers negatiever zijn dan Amerikaanse gebruikers. Mm. Ook omdat de gebruikersgroepen dus afhankelijk van legalisatie wel anders lijken te zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat jij maar weinig positief bent over je gebruik, is het moeilijker om die drempel van illegaliteit over te gaan om te gaan gebruiken. Daar valt wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant is het dus zo dat het is letterlijk third strike, go to jail voor cannabisgebruik. En we kunnen daar zonder moeite dagelijks gebruikers vinden. Dus het is gewoon simpelweg niet zo dat de illegaliteit het gebruik wegneemt. Mm. Ik denk dat dat gewoon een misperceptie is, dat we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. Hm. Want dat inderdaad, het is een natuurlijk fenomeen. Mensen willen op allerlei manieren hun leven veranderen, beïnvloeden, gevoelens versterken, gevoelens verminderen. En ik denk dat dat een natuurlijke reactie is op het leven. En ik denk dat we een illusie in zijn gewandeld op het moment... Onszelf gedrogeerd hebben. Op het moment dat we hebben besloten dat door dingen illegaal te maken dat gebruik weg zouden kunnen nemen. Hm. Ik denk dat dat een illusie is waar veel mensen nu van terug lijken te komen. En zou je denken dat andersom, dat als we het zouden legaliseren, dat de hoeveelheid gebruikers gelijk blijft? Poeh, dit soort vragen krijg ik altijd. Ik weet niet hoe jij daarop antwoordt, maar dan zeg ik van ja, ik heb geen idee. Dit is heel lastig. Nou ja, omdat je zegt eigenlijk... dat het illegaal is, dat maakt eigenlijk niet uit, want het is een natuurlijke drive van de mens om op zoiets op te zoeken. Maar ja, die drive blijft. En of het nou legaal is of illegaal, maakt dan misschien niet uit. Wel dat de drempel voor mensen verlaagd is om sommige drugs een keer uit te proberen. De vraag is of de mensen die normaal gesproken in een illegale omgeving de drugs niet uit zouden proberen, op die op dezelfde manier risico lopen om verslaafd te raken aan drugs en grootschalig gebruiker te worden. Mm-hmm. Dat zijn dingen die we simpelweg niet weten, omdat we dit soort natuurlijke experimenten nog niet bijzonder vaak gezien hebben. Nee. En ik denk dat daarom ook... we gaan inderdaad onderzoek doen naar medisch en recreationeel gebruikers in Australië, Canada, de US, Israël en Nederland. En daarin zien we heel veel verschillende percepties, verschillende gesprekken over legalisatie en verschillende regulering. Ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken, dus nu er een natuurlijk experiment zich voordoet, wat we er eigenlijk van kunnen verwachten op het moment dat die regelgeving aangepast wordt. Want we hebben daar simpelweg de data niet voor. En er is ook nog zoiets als seduction of crime, misschien menig een bekend hier in de zaal. Maar als iets verboden is, is het dan misschien extra verleidelijk om te doen. Ja, als kind ging je dan een sigaretje roken bij de fietsenstalling, weet je wel. Want ja, dat mocht niet. Maar daar kon het. Dan misschien stiekem eens even een blootje doen en dan misschien nog eens eventjes een lijntje doen. Omdat het toch ergens nog een soort van stiekems iets heeft. Nu is dat dus niet overal meer zo, op de dansvloer in Brabant kennelijk. Maar dat aspect kleeft er wel aan vast. Dus dan kan er ook gezegd worden, gesteld worden. Als je het gaat legaliseren, neemt misschien ook dat stiekeme is dan niet meer belangrijk en is het ook niet meer interessant om het te doen. Ik bedoel, ja, ik heb zelf ook wel eens gebloot, want ik doe het niet meer. Ik vind er gewoon niks aan. Maar dat is gewoon omdat ik dat zelf kon bepalen, dat ik dat niks meer aanvond. Dus je geeft ook een stukje vertrouwen aan de mensen dat ze dat zelf kunnen bepalen. En inderdaad, voor die extreme gevallen, want we hebben nog steeds over extreme gevallen. Als mensen verslaafd raken, ja, dan moet daar zorg voor zijn. Maar daar is dan geld voor, want het geld wat dan niet naar de drugscriminaliteitbestrijding hoeft, bijvoorbeeld omdat cocaïne gelegaliseerd is en het gaat dan wel een beetje in tegen mijn argument, dat geld kan dan naar de verslavingszorg, bovenop de accijnzen die worden binnengehaald. En het is wel inderdaad ook, nu ik er voor accijnzen heb, een van de beste dingen om gebruik te verminderen is de prijs verhogen. Dat zie je bij alcoholgebruik en tabaksgebruik, ook in Scandinavië en ook bij tabaksgebruik in Australië. De prijzen gaan enorm omhoog en je ziet dat het gebruik afneemt.
En... Maar juist misschien wel de prijs van ecstasy, dat is €3 voor een pilletje. Daar kun je de hele avond leuk op gaan, heb je geen bier meer nodig. Ja, en op het moment dat wij het idee hebben dat wij niet de zorg kunnen dragen voor de mensen die verslaafd raken aan een hele verslavende stof, dan kan het nog wel legaal beschikbaar. Heel vaak wordt dan het argument opgeworpen, oké, dan maken we dat deel duurder. De dingen die verslavend zijn maken we duurder, zodat het lastiger te bereiken is. Alleen dat is dus de vraag of het dan dus niet alsnog een illegale backroute in de hand werken. Kijk, de vraag is dus hoe beschikbaar moet iets worden? Blijft een hele lastige trade-off. En ik denk vooral op het moment dat we stappen van softdrugs en naar harddrugs, al hou ik niet echt van die definitie. Vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld metamfetamine, opiaten, cocaïne, is wel de vraag... in hoeverre we dat als Nederland verantwoordelijk kunnen doen. En ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat... ik ben niet tegen legalisatie, maar met de hoeveelheid problemen die we momenteel politiek ervaren met regulatie, kijk naar het hele toeslagensysteem, reguleren zijn we niet zo goed in. Mentale zorgverlening is niet op orde. En ik denk dat... We zijn er niet eens klaar voor. We zijn er niet klaar voor. En ik denk dat er wel fundamentele veranderingen moeten zijn voordat je zoiets moet uitproberen. Want dit is niet iets wat je experimenteert met mensen hun leven oprecht. Ja, ja. En dat is iets wat wel een complex ethisch vraagstuk is. Nou, maar ja, maïssiroop wordt ook toegelaten. Dat is ook niet bepaald goed voor je. Dus ja, en tabak en alcohol ook. Maar ik vind je punt van... We hebben niet eens de luxe in Nederland om te legaliseren. Vind ik eigenlijk wel een interessante stelling. Want we hebben gewoon geen overheid die goed functioneert. Dus misschien blijft het debat nog... Moet het juist nog even doorgaan. Want anders zijn we gewoon niet goed geïnformeerd genoeg in dit land. En gaat er dadelijk iets gedaan worden waarvan we voor altijd spijt van gaan krijgen. Terwijl ik er juist net een rem op wilde zetten. Want ik kan me namelijk voorstellen dat er vragen uit het publiek zijn. En daarvoor wil ik eigenlijk heel graag Lydia van Essen en Jorn Goes even naar voren roepen. Want hebben jullie misschien een eerste vraag voor de sprekers? En zo niet dan niet hoor, dan kan ik er nog wel een stellen, maar we kunnen ook gewoon naar het publiek gaan. Dit zijn Lydia van Essen en Jorn Goes van de JFR en CIA. Zij hebben het programma met ons georganiseerd. Mag ik jou de microfoon geven? Misschien zijn er vragen uit het publiek. Ja, is er... er zijn best wel veel vragen. Nou, je mag er naartoe, dan... Ja, maar lekker zitten weer hoor. Ja, precies. Ja, dank voor jullie bijdrage. Dat is heel interessant. Ik vind dat punt van die regulering ook wel interessant. Alleen is dat niet een beetje, zeg maar, ook aan hoe je het inricht. Dus stel, we legaliseren drugs, reguleren het. Stel, je mag per maand een paar gram wiet, een paar pilletjes, een gram coke. En dat is dan persoonsgebonden. En daarvoor betaal je bijvoorbeeld de marktprijs op de zwarte markt. In hoeverre moet je het dan reguleren? Want dan bied je het eigenlijk aan tegen soort van dezelfde omstandigheden als op de zwarte markt. Alleen je geeft de consument wel de keuze om het via een lokaal geproduceerde weg, in hoeverre dat mogelijk is, te consumeren. En daarmee voorkom je ook weer dat waterbedeffect. Want dan is het ook niet aantrekkelijk voor georganiseerde misdaad om het op te kopen en het door te verkopen. Want daar zit gewoon geen winstmodel achter. Dus ik vraag me inderdaad wel af, is dat... Reguleren nou zo'n probleem als je het gewoon tegen een soort van marktprijzen, maar dan legaal aanbiedt? Op een soort van een individuele account, zeg maar, dat je bij wijze van spreken met je paspoort komt. En dat de overheid dan natuurlijk niet kan zien dat jij zoveel gebruikt of zo. Dat het via de apotheek gaat of zo. Ja, precies. Jarin? Nou, volgens mij. Of bij Mezen? Ja, wat. Nou ja, volgens mij is dat ook al een keer geopperd om het op die manier te doen. Dat we sowieso allemaal een pas krijgen. Dat was toen een keer al gedaan in Amsterdam, volgens mij, om de drugstoerisme de kop in te drukken. Volgens mij is dat nog steeds zo. Dat je dat voor alles gaat doen, why not? Maar ja, dan moet er wel een heel groot controleapparaat op komen. En wat jij net al zei, daardoor verdwijnt het niet uit illegaliteit. Nep Nikes kun je ook nog steeds kopen. Dus daar moeten we niet van uitgaan, dat we het helemaal uit de criminaliteit halen. Alleen je neemt wel je burger wat serieuzer. Als je zegt, je mag het zelf bepalen. En cultureel staat er ook geen taboe meer op. En je wordt opgevangen als het echt niet goed gaat. Dat is een beetje het Portugese model. Dat ze daar als patiënten worden behandeld. In plaats van
illegale drugsverslaafden. Er zit dus heel erg veel in cultuur en symbool en politiek. En juridisch is het volgens mij vrij makkelijk, als ik het goed begrepen had uit het introductiepraatje, om het gewoon uit de lijsten te halen. Ja, ik denk dat vooral inderdaad, het klinkt inderdaad eenvoudig dat we distributielocaties hebben met verschillende soorten drugs, waar je maximale hoeveelheid per persoon, per tijdseenheid mag verkrijgen. Hoewel ik denk dat we daar nog een goede... Stel, we zouden nu besluiten dat op te gaan zetten, kunnen we dat niet binnen 3 jaar regelen. Nee. Dat is simpelweg hoe complex zoiets zou kunnen zijn. Willen mensen dat de overheid registreert dat ze drugs gebruiken? Nee, niet de overheid, hè? Want volgens mij... Ja, de vraag is dus inderdaad, moet dat via de overheid geregeld? Bijvoorbeeld op paspoort. Wie reguleert wie wat gebruikt? Wie registreert dat? Dat is een van de privacy dingen waar af en toe over gesproken wordt. Ik zou in dit soort gevallen pleiten dat het bijvoorbeeld niet de apotheek is. Dat zien we namelijk bijvoorbeeld gebeuren in Ecuador. Daar verstrekt de apotheek cannabis. En dat geeft een soort van legitimiteit en gezondheidsclaim aan drugs. En dat maakt wel qua perceptie van hoe schadelijk kan iets zijn wat ik bij de apotheek kan halen. Dat maakt een wezenlijk verschil in hoe mensen drugsgebruik beschouwen. Okay. Maar er zijn natuurlijk wel ook heel veel andere dingen die je bij de apotheek kan halen die even goed schadelijk zijn. Ja, benzodiazepines kan je ook alleen op voorschrift krijgen. Maar de vraag is dus, als wij cocaïne niet op voorschrift laten gebruiken, moeten we dan een voorschrift gaan halen om die gram cocaïne te kunnen kopen? Hmm. Dat is dan de vraag. Zeg maar, waarom krijgen we bepaalde drugs op voorschrift, waarom krijgen we bepaalde drugs niet op voorschrift? Maar is het dan niet gewoon net zoals met alcohol? Ik bedoel, als jij te veel slokken op achter stuur kruipt, dan krijg je een boete. Nou ja, je mag misschien gewoon, pin me hier niet op vast, maar stel je mogen onbeperkt cocaïne halen. En je gebruikt het ook en het gaat niet goed. Nou, of je gaat dood, net als met alcoholvergiftiging. En als je achter stuur kruipt en je bent te alert, misschien rij je nog beter ook zelfs, maar misschien dat je dan helemaal niet meer goed rijdt. Nou, dan word je ook gewoon beboet als je gepakt wordt. Ook dat betekent een risico voor anderen. Ook dat betekent normalisering van drugs. Ja. Hè? Dus ook als je zeg maar gebruikt en je doet bepaalde activiteiten die absoluut niet kunnen gebeuren met die drugs op. Maar daarom is het dus belangrijk om het waarom en de effecten ervan heel goed door te hebben als overheid. En dat is echt... Dat duurt vet lang om het door te krijgen en genormaliseerd te krijgen. Het verschilt ook heel erg per druk. Want je ziet bijvoorbeeld dat bij alcohol, op het moment dat mensen... De motieven waarom iemand gebruikt zijn van groot belang. Ook voor wat het risico van het gebruik is. Want je ziet bijvoorbeeld dat op het moment dat mensen op sociale situaties, voor sociale redenen, een slok drinken, raken mensen vaak uiteindelijk niet in de problemen. Maar op het moment dat mensen gebruiken omdat ze mentale problemen hebben, in hun eentje gaan drinken, dan raken mensen in de problematiek. En we hebben eigenlijk een heel slecht beeld voor heel veel drugs. Omdat we eigenlijk negeren dat het gebruikt wordt. Over waarom mensen nou eigenlijk gebruiken, in welke settings en wat hoog risicogebruik is en wat niet. Dus we hebben ook we kunnen een slechte inschatting maken wanneer mensen de transitie maken naar risicogebruik. Het is een beetje een catch-22. We hebben die kennis nodig om het te legaliseren, maar we moeten het legaliseren om kijken en die kennis te krijgen. Ja. Ja, dat is een impasse. Ja, of we moeten een loophole hebben waarin wetenschap vereenvoudigd wordt op illegale drugs. Groot laboratorium. Wij kunnen bijvoorbeeld voor cannabisgebruik, wij mogen niet de cannabis van de gebruikers innemen om te testen hoeveel erin zit, ook niet vrijwillig. Wij mogen die cannabis niet in bezit hebben. Oftewel, wij weten nooit precies wat een cannabisgebruiker, waar wij onderzoek mee doen, gebruikt. Ja, dat is een grote barrière om daadwerkelijk uit te vogelen hoe het werkt. En veel mensen hebben niet het idee dat het zo complex in elkaar zit, dat ook dat soort dingen niet uit te vogelen zijn momenteel. Zijn er nog vragen uit het publiek? Ja, het is misschien een beetje te speculatief, maar ik vroeg me eigenlijk gewoon af hoe jullie er naar kijken. Waar komt eigenlijk soort van het morele oordeel over drugs vandaan? Even los van dat er wordt gezegd, ja, er zijn de consequenties aan voor criminaliteit. Maar goed, als je een shirtje ergens koopt, dan heeft iemand daar ook onder hele slechte arbeidsvoorwaarden, ik zeg maar wat, voor gewerkt. Dus waarom vinden mensen drugsgebruik aan zich zo moreel verwerpelijk?
Dat zijn vele redenen, gezondheidstechnisch, maar daar kan jij wat meer over vertellen. Maar Goorje zit de criminaliteit kleeft eraan vast. Het heeft een religieuze achtergrond, terwijl alcohol in sommige religies juist weer verheerlijk wordt. Dat zijn besluiten geweest ooit eens een keer in de geschiedenis waar een politieke agenda achter zat, net zoals nu. Maar goed, dat is mijn visie erop. Maar ik denk dat daar wel een soort van lijn in zit. En dat zeker nu een beetje dat mensen zo stubborn zijn om er iets aan te doen, heeft ook wel een beetje de hele Nederlandse normaal doen vibe. Laten we nou allemaal normaal doen, allemaal in hetzelfde lijntje lopen, vooral niet te veel afwijken en alles wat mensen van het padje stuurt is verwerpelijk. En ik denk dat dat wel een rol speelt hierin. Dat leidt tot catharsis, bedoel je? Tot knaldrang. En ik heb wel ook een beetje dat je moreel verwerpelijk inderdaad, als cocaïne en bloeddiamanten te moreel verwerpelijk zijn, dan is Shein ook moreel verwerpelijk en moeten we dat ook verbieden. Zeg maar, als dat je argumentatie zou zijn, zou dat inderdaad dezelfde analogie zijn. Maar ik denk wel dat je voor veel drugs hebt gezien dat rondom de legalisatie is gedeeltelijk rondom het begin van de 20e eeuw. En je zag daar wel veel problematiek rondom de wereldoorlogen, dat heel veel mensen verslaafd terugkwamen aan hele zwaar verslavende middelen. En dat is inderdaad weer hetzelfde punt als dat we nu zien met de opiatencrisis. Is dat op het moment dat er echt veel verslavingsproblematiek is en een land het niet kan handelen, we op de noodrem trappen. Terwijl de noodrem misschien niet de juiste rem is. En dat we beter een rustige slowdown kunnen hebben. Ja, maar dat is allemaal niet efficiënt, dat is allemaal niet pragmatisch. En nee. Zo werken we wel in Nederland, is mijn visie erop. Dus het hele efficiëntiedenken, dat uit zich ook op deze manier in die drugslegaliseringsdebatten. Van, goh, hoe komt het nou dat iedere keer die logica's met elkaar tegen elkaar indruisen? En hoe komt het dat we maar over blijven praten, ook vanavond? We doen er niks mee, want we durven niks. Maar tegelijkertijd is het ook allemaal gewoon niet zo makkelijk en niet zo handig. En dat nogmaals vereist een ander soort politiek. Nog vragen uit het publiek? Ik denk dat er nog ruimte is voor één vraag. Dus als je hem wil stellen, steek je hand snel op. Oh, hier vooraan. Yes. Stel, hè, we zijn eindelijk bij dat, of eindelijk, we zijn bij dat punt aangekomen dat we het hebben over. We gaan eindelijk allemaal naar de apotheek en. Dat we het hebben over legalisatie van drugs. In hoeverre achten jullie de kans dan aanwezig dat er een soort anti-lobby komt van dus die drugscriminaliteit om dus de discussie tegen te gaan van die legalisatie? Ik heb hier wel eens over nagedacht. Ik heb eens keer een interview bij de politie. Toen werd er gezegd van, ja, jij met je legaliseringsgelul de hele tijd. Dat kan toch niet zomaar? En ben je niet bang dat ze jou gaan pakken omdat je aan een businessmodel zit? Nou, je paar jaar geleden dacht van, goh, dat is allemaal onzin. Maar ik zit soms zelfs te denken van, wauw. Ja, dan zit je wel te sollen met een crimineel businessmodel als die normalisatie leidt tot legalisering. Tegelijkertijd, ik heb ook de hele avond gezegd dat het niet per se uit de criminaliteit verdwijnt als we drugs gaan legaliseren. Dus, en die gehoor, de criminaliteit die is veel slimmer dan onze overheid, dus die past zich toch wel weer aan. Dus ja, repercussies, ik denk dat je daarover over begint. Ja, maybe, maar misschien ook niet. Dat weten we niet. Ja, ik denk dat dit wel inderdaad in lijn daarmee. Legalisatie zorgt er niet voor dat de criminele route verdwijnt. En het illegaal maken van drugsgebruik zorgt er niet voor dat drugsgebruik niet meer gebeurt. Dus op welke manier we de regelgeving ook insteken, ik denk dat het heel vaak niet doet wat uiteindelijk het doel van de regelgeving is. Ik denk daarom dat het regelgeving nooit zo'n doel zou moeten hebben. We moeten onze verwachtingen aanpassen aan dingen die realistisch zijn. En heel vaak klopt ons doel van veranderende regelgeving niet met wat uiteindelijk een realistische hoe het realistisch uit zal pakken. En ik denk dat drugslegalisatie daar een van de grootste voorbeelden van is. Ik ben ook heel erg benieuwd wat Marx zou vinden van drugslegalisering, die het had over de wet is het opium voor het volk. Goed.
Ik denk dat er al heel veel gezegd is vanmiddag tijdens dit debat en tijdens jullie verhalen. Is er nog echt iets dat ongezegd is gebleven? Iets dat jullie willen toevoegen aan het gesprek als een soort slotzin? Ja, nu zo gaande dit gesprek. Ik heb ook genocidestudies gedaan. En daar ging het de hele tijd over intentie. De intentie moet bewezen worden, wil je kunnen zeggen, dit is genocide. Dat is een van de meest belangrijke juridische voorwaarden, internationaal gezien, als een land wordt beschuldigd van genocide, dat die intentie is bewezen, dan moet men ingrijpen. Ik zou het nou bijna net andersom willen zetten in het drugslegalisering. Als we weten wat de intentie is, dan kunnen we goed gaan legaliseren. Dan moeten we ook aanpakken en ingrijpen, maar legaliserend, zeg maar. Ja, als een soort van uitsmijter. Interessante parallel. En Meze Kroon, heb jij nog iets dat je zou willen toevoegen aan wat er al gezegd is? Nee, ik denk dat het voor mij gewoon... ik denk dat het belangrijkste ding is die we moeten realiseren is of we klaar zijn voor een stap. En dat we dat vanuit heel veel verschillende perspectieven moeten bekijken. Of we echt ready zijn om die stap naar legalisatie en regulatie te maken. En wat we daar dus uiteindelijk mee willen bereiken. Want als het doel niet bereikt gaat worden, dan denk ik dat we onze verwachtingen gewoon bij zullen moeten stellen. Heel veel dank voor jullie komst. Mag ik nog een hartelijk applaus voor Dr. Yaren Essi en Meze Kroon. En ook jullie allemaal bedankt dat jullie er waren vanmiddag om te luisteren. En de JVR en CIA bedankt. Een hele fijne avond.